Ja, nou, onze studenten zijn eigenlijk klaar met 14 dagen aan inactie vanuit het bestuur van de Radboud Universiteit. En wij denken dat het tijd is van dat ze wel wat gaan doen aan onze eisen. Een groep van ongeveer 150 demonstranten is het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen binnengedrongen. Ze bezetten de lobby van het pand. De pro-Palestijnse actievoerders zijn nog weken bezig met protesten op het terrein van de universiteit. Ze willen dat de Unie alle Israëlische banden verbreekt. We gaan naar Nijmegen. Daar staat verslaggever Erik van der Pol. Ja, Erik, de bezetting begon om 1 uur ongeveer in het Erasmusgebouw. Hoe is de situatie nu? Nou, de situatie is eigenlijk niet zo heel veel anders dan vanmiddag 1 uur. Hier op de tweede verdieping van het Erasmusgebouw zijn ongeveer nog zo'n 50 mensen. En daarachter is een afgesloten ruimte, daar hebben mensen zich opgesloten, zijn er ook zo'n 50. Het begon natuurlijk allemaal 2 weken geleden, toen hier op de universiteit de grote walkout was. Honderden studenten kwamen naar buiten om leuzen te scanderen, om een tentenkamp te openen. Het was voor het eerst dat er een tentenkamp was in Nijmegen. En allemaal met de eis aan het bestuur van de universiteit om een gesprek. Dat wilde duidelijk maken aan het bestuur van de universiteit dat ze vinden dat zij de banden met Israël en Israëlische organisatie en Israëlische universiteiten moeten verbreken ter steun van de Palestijnen. En vandaag is het dus een stap verder. Vandaag is er een gebouw bezet. Naast mij staat Thies, een van de woordvoerders van Nijmegen voor Palestijn. Thies, ja, een stap verder, hè? Ja, nou, onze studenten zijn eigenlijk klaar met 14 dagen aan inactie vanuit het bestuur van de Radboud Universiteit. En wij denken dat het tijd is van dat ze wel wat gaan doen aan onze eisen. Ze hebben heel veel gezegd, wij willen die banden graag openhouden om kritisch te zijn op die universiteiten, om academici daar te ondersteunen. Maar ze hebben tegen ons gezegd dat ze de afgelopen 7 maanden nog geen contact hebben gehad met de universiteiten, dat ze daar nog niks tegen hebben gezegd. Dus ze hebben vooral eigenlijk steun geleverd aan het onderdrukken van die academici. En wij vinden dat zij nu eindelijk werk moeten maken van die banden, dat zij daarmee moeten stoppen en dat ze duidelijkheid moeten geven over welke banden er eigenlijk allemaal precies zijn. Want we weten natuurlijk maar een deel van die banden. En dus zijn jullie vandaag met deze actie. Tot nu toe was het allemaal heel rustig, heel vreedzaam. Dat is het nog steeds. Maar dit is wel illegaal. Ja, nou zeker. Totdat de politie ons vertelt te vertrekken, is het niet illegaal. Maar wij hopen dat de universiteit dat niet doet. Wij hopen dat er geen geweld op ons wordt afgestuurd. Want wij zijn vreedzaam. Maar goed, als zij de politie op ons afsturen, wat zijn zij dan? Maar het gebouw moet om 7 uur dicht. Dat gebeurt altijd zo. Dat zullen ze nu niet anders willen doen. Dus de kans is groot dat er inderdaad wel degelijk politie aan te pas komt om jullie eruit te zetten. En dan? Ja, nou goed, hè. Het is onhandig voor hun dat wij hier zitten. Maar het is niks zo onhandig als banden hebben met een genocidaal regime in Israël. Dus wij maken ons daar minder zorgen over. Wij staan hier voor de Palestijnen. Wij staan hier om te zorgen dat wij als universiteit er niet meer medeplichtig gaan zijn. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dus het kan nog spannend worden vanavond? Het kan nog spannend worden vanavond, maar wij hopen dat we hier kunnen blijven zitten op onze vreedzame manier om aandacht te blijven vragen voor dit belangrijke onderwerp. Thies, dankjewel. Sonja, je hoort het. 7 uur moet het gebouw dicht zijn. De studenten, de activisten weigeren weg te gaan. En we gaan zien hoe dat afloopt. Kan nog spannend worden, dus vanavond om 7 uur. Volg onze site, zou ik zeggen. Daar zie je het allemaal. Afwachten dus. Erik vanuit Nijmegen, rumoerig Nijmegen. Dankjewel.